De Almeloze Wandelkring die bestaat al 65 jaar. Jannie Steging, kun jij vertellen hoe jij daartoe gekomen bent om bij die wandelclub te gaan? Nou, van oorsprong waren er allemaal wandelverenigingen. Ik was bij de Vlierenfluiters, Martin was bijvoorbeeld bij Ons Genoegen. Die wandeltochten verdwenen langzaam. En toen hebben de diehards hebben gezegd, ja, maar er moeten wel wandeltochten blijven in Almelo. In februari beginnen we in Holten. Ook een mooie tocht natuurlijk. In april hebben we een tocht in Reutem. In november hebben we dan een tocht in Bornebroek. En zaterdags voor de kerst hebben we een tocht in Nijverdal. Ik heb begrepen dat er sinds kort nieuwe mensen in het bestuur zijn gekomen. Kun je daar iets over zeggen? Ja, we hebben een nieuwe secretaris, een nieuwe voorzitter en een nieuwe penningmeester. Zijn dat jongere mensen? Ja, het zijn vooral jongere mensen. We hopen natuurlijk dat er nog meer jongeren komen. Dus die zijn wel erg blij met die jonge mensen in het bestuur? Ja hoor, daar zijn we erg blij mee, denk ik. Ook voor de toekomst. Ik ben de nieuwe penningmeester van de Almeloze Wandelkring. En ik heb de taken overgenomen van Jannie. En Jannie was al meer dan 20 jaar penningmeester van de Almeloze Wandelkring. Ik ben denk ik nu 2 jaar lid van de Almeloze Wandelkring. En gaandeweg heb ik mijn taken opgepakt als penningmeester. En dat is dus niet ter ere van het jubileum. Maar ik vind het wel supermooi om het jubileum mee te mogen maken. Wij willen als vereniging, wandelvereniging, ook het wandelen op de kaart gaan zetten. Dat het niet alleen maar voor ouderen is, maar wandelen is voor alle leeftijden. En of je dan 18 bent of 65 of 80, wandelen kan iedereen. Het enige wat je nodig hebt is een paar wandelschoenen. Ik ben Carola Rechts en ik ben sinds dit jaar secretaris van de Almeloze Wandelkring. Wat houdt dat in? Dat ik van allerlei taken doe voor de club. Als secretariële dingen, routes bedrukken, vergunningen regelen en alle andere zaken. Hoeveel uren besteed je daaraan? Al met al een paar uren in de week. Ik hou ook de website bij en we hebben ook nog een Facebookpagina die bijgehouden wordt. En andere social media kosten wat meer tijd. En verder hebben we 4 tochten per jaar. En in aanloop naar die tochten, dan kost het wat meer tijd in de week. Die deelde ik even mee in de vreugde van het 65-jarig bestaan? Want vandaag bijvoorbeeld delen we ook cadeautjes uit. Dus ja, het is hartstikke leuk om mee te delen in die feestvreugde. Hoe is de opkomst? Druk. Ja, er zijn veel wandelaars overal vandaan. Al mensen uit Hoorn gezien. En er komt nog een bus uit Enkhuizen straks. Hebben die zich vooraf ingeschreven? Die hebben zich gemeld bij mij, ja. Die hebben een berichtje gestuurd dat ze komen met een bus vol. Dat is ook wel handig om te weten, want we moeten die bus natuurlijk ook kwijt kunnen. En dan weten we dat ook op de locatie, ja. Maar verder is het maar net wie er komt, of niet? Ja, klopt. Maar het is toch heel vaak een vaste groep aan wandelaars die al die tochten afgaan. Dus die je dan ook elke keer weer ziet. Ik zag net een groep mensen met een stel boekjes waar een stempel in kwam. Wat is dat voor iets? Voor elke tocht die je loopt kun je een stempel krijgen en dan kun je kilometers bijhouden. En als je een bepaald aantal kilometers hebt, dan kun je daar weer een medaille voor kopen. En wandelaars zijn ook wel verzamelaars, dus die vinden dat leuk om bij te houden.